Is er een beetje dat ik een oma van karton heb? Ja, dat kan nog helemaal niet. Jawel, want als ze bij ons op visite komt, dan zegt mijn vader, dan heb je die oude doos weer. Oma van karton. We hebben er nog nooit van gehoord. Oma van karton. Geinig. En hier komt die rampenkomst van Paleis Eliden, de u veel prachtige prijzen gunnende en de door u hooggeprezen presentator, de onbetaalbare Fred Offer. Wie? Oh, Fred Offer. Begrijp ik niet. Ik vind hem hartstikke leuk, die Fred Oster. Vind je niet, Miep? Nou, ik hou er niet zo van. Wat heb je trouwens een leuke hoed op? Ja, leuke hoed heb ik toch, ver van de week. Oh, die moet ik ook kopen. Waar is hij te koop? Ik ga hem gelijk halen. Nou, goed idee. Dan ga ik zo ver met je mee. Ik weet waar hij te koop is. Nou, zeker, als je korting. Over hoedjes gesproken. Ik heb een bolhoed gekocht. Hoe vind je hem staan, Marie? Ja, hij staat je wel, Gerard. Heb je trouwens gehoord van Jan Vis? Nee. Nou, je hebt met zijn kop tussen de tramdeur gezeten. Ja, hij stapte in, ging ineens de deur dicht. Die man. Ja, mijn mama, 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 mijn mama. Leuk, hè? Nou, ik hou zelf meer van operetten eigenlijk. Trouwens, mijn zus hebben een nieuwe wasmachine gekocht met een droogtrommel. Nou, als je er zelf in gaat zitten, moet je kijken hoe klein ze geworden is. Erg grijs, zo klein ben. Nou, erg hoor. Hallo, heeft iemand mijn rimpelcrème gezien? Hallo, heeft iemand mijn rimpelcrème gezien? Ik ben mijn potje rimpelcrème kwijt. Ladies and gentlemen, hallo. Famous Russo. Frisse lucht naar buiten, wat ruikt het hier lekker. Lekker een badje nemen, vind je ook niet? Prettig, joh, dat vind ik ook. Kijk eens even wat een lekker schoon water we hebben, zeg. Die gaat er eens even van onderuit in. Zijn de muren er al? Wel, wakker, hallo. Ja hoor, goeiemorgen. Wij zijn de bruidsgenoten. Genoeg zo. Ja, daar zijn we weer. U bent dus weer rechtstreeks verbonden met Animal Crackers Journaal Studio. U heeft wel begrepen, want we kunnen natuurlijk wel eens even lachen op die beesten. Maar ik heb hier ook Sabientje meegenomen. En die heeft er ook vreselijk om gelachen om al die dieren. Maar het gaat natuurlijk, dat laten wij even liggen. Het gaat natuurlijk erom dat u lid wordt van het Wereld Natuurfonds. En nou hebben wij, dat laten wij liggen. Nou hebben wij dat opgeschreven. We laten hem liggen. Ik zeg het nog 10 keer. Wij hebben het nummer voor u opgeschreven. Sabine heeft het hier opgeschreven. Wil je het zelf nog even een keer opschrijven, het nummer? Dan kunt u thuis meeschrijven wat het moet worden. Het wordt dus Giro 25. Dat is de verkeerde pen. Deze zitten we mee te schrijven. 25 in Zeist. Als u daar geld naar over wil maken, dan zijn wij daar bijzonder blij mee. En Sabientje natuurlijk in het bijzonder. Niet waar, Sabine? Daar zijn wij verschrikkelijk blij mee als u dat wil doen. Doet u het? Dank u.